Nieuws in 1 minuut. Bij een ongeval op de afrit van de A35 bij Almelo is een gewonde gevallen. De gewonde moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Hoe het ongeluk is ontstaan is niet duidelijk. Toeristen en recreanten in Twente kunnen tot en met eind september met 3 verschillende hop-on, hop-off bustours op verkenning door de regio. Deelnemers van de tours kunnen een aantal keren per dag op verschillende plaatsen in- en uitstappen om steden, dorpen, attracties en musea in de regio aan te doen. In een appartement aan de Adelboltstraat in Deventer is brand uitgebroken en daarbij is een vrouw zwaar gewond geraakt. De vrouw raakte bewusteloos en is door de brandweer uit het brandende appartement gehaald. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand is in de keuken begonnen. De oorzaak is nog onbekend. Met het openen van de sluisbrug in Hasselt is Hasselt 2012 officieel van start gegaan. Hasselt is naast de Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis een van de grootste waterevenementen in de gemeente Zwarte Waterland.